Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. We weten dat in de Surinaamse samenleving er een hele grote taboe bestaat als het aankomt op verkrachtingen, maar meer nog gevallen van incest. Hierover gaan we praten met meneer Frank Toel, die ons gaat vertellen hoe DNA-onderzoek de bewijzen daarvoor kan leveren. Kijkt u mee. Goedendag meneer Toe, welkom in ons programma In Gesprek Met. We praten vandaag met u over de werkzaamheden die het bedrijf DNA Lab Suriname verricht. Kunt u ons vertellen wat uw bedrijf precies doet? Goedemorgen. DNA Lab Suriname is in 2016 opgericht nadat ik uit marktonderzoek heb kunnen ontdekken dat er weinig of niet snel genoeg antwoorden komen op bepaalde sociaal-maatschappelijke depressieve situaties, zoals bijvoorbeeld vaderschap. We zijn begonnen met vaderschapsonderzoek, omdat er heel veel mensen binnen die gemeenschap twijfelen als ze de biologische verwekkers zijn van bepaalde kinderen en of buitenkinderen. Dus kinderen die buiten het huwelijk zijn ontstaan en die eventueel financieel helpen. En we hebben dus dat gat op die markt ontdekt en we zijn ermee begonnen. Groot succes tot de dag van heden. Maar vandaag wil ik in het programma specifiek praten over infidelity en incest, maar meer incest. Nadat dus de infidelity ook wel interfamiliaire storingen met zich meebrengt, dus tussen koppels en schoonfamilies, etc., wil ik het specifiek hebben over incest. Ja, meneer Doof, voordat we dus overgaan naar die onderwerpen, kunt u ons eerst vertellen hoe nauwkeurig DNA-testen zijn in het algemeen? DNA is biochemisch onderzoek. En het laboratorium waar we werken is ISO 17025 gecertificeerd en ISFG aangemeld. Dus belangrijk is dat we met het grootste lab ter wereld in zee zijn gegaan. En die heeft 72 vestigingen wereldwijd. Een van de beste. Waarbij ook de internationale politie gebruik maakt van de database. Oké. En u sprak over incest en ontrouw. Hoe kan DNA-onderzoek helpen bij het identificeren van gevallen van incest? Dus het is, we hebben een protocol opgesteld voor het publiek. Want uiteindelijk gaat het om het publiek van Suriname. Mm-hmm. En wanneer je dus sprake hebt van seksueel misbruik, het zij in families, maar je hebt ook op de werkvloer dat er vaak mensen die in autoritaire posities gebruik maken daarvan en hun collega's, medewerkers of nieuwkomers seksueel misbruiken onder druk, etc. Dus belangrijk is dat wanneer er geval is van misbruik, dat wij de slachtoffers een protocol doorgeven. Dat ze weten dat ze hun onderbroekje, dus hun undergarments, kunnen afgeven waarin er eventueel, als er geen condoom gebruikt is, dat er spermalekkages komen. En wanneer we zo'n onderbroekje hebben opgeschept, die we daar ook specifieke instructies voor, die gaan in een papieren zakje. En die komen dus naar ons toe. En die verzenden we naar ons moederlab in Ohio in de United States. En daar krijg je dus dan detectie, sperm detection, waaruit je dus dan forensisch onderzoek krijgt. En dan krijg je daaruit een DNA profile. En het moment is dat we dat hebben gedetecteerd, het staat eraan, hebben we 90 dagen de kans, dus de window, om de aggressor, dus de persoon die eventueel bezig is, te laten oppakken. Of dat dus de familie of de persoon zelf aangifte doet. En als die persoon dus dan onderzocht gaat worden of kan worden, onder druk van de politie of vrijwillig. En dan komt er een DNA match, want het is bij de aggressor, dat is dus de dader in dit geval. Daar doen we een buccal swab. Dat gaat aan de binnenkant van de wang. In de wangslijmvlies halen we het primair DNA-materiaal op. Nou, als dat niet het geval is, de persoon wil niet meewerken, kan zo'n slachtoffer ook nog ander materiaal oppikken. Bijvoorbeeld een tandenborstel of een wegwerpscheermesje. Of wat slijm van de persoon als hij toevallig verkouden zou zijn of gesnoten in zijn neus, in een servetje of in zijn badoek. Kunnen we dat oppikken en DNA laten onderzoeken. Op het moment dus dat je die DNA-match hebt,
Dan heb je dus, of laat me zo zeggen, die DNA gevonden. Dan ga je matchen. En dan kunnen we zo dus die agressor officieel per rapport aangeven. Ja, maar wat gebeurt er als een slachtoffer pas na een tijdje melding maakt van zo'n geval van incest bijvoorbeeld? Na hoeveel tijd zou het onderzoek nog gedaan kunnen worden? Dus het moment dat je frequent misbruik hebt en de persoon weet in eerste instantie niet wat die moet doen, maar de op een gegeven moment wel de optie vindt om ons op te bellen, dan geven we dus wel een instructie dat bij de volgende keer als het voorkomt, dat we dat onderbroekje wel dan direct krijgen. In geval dus dat de persoon het niet weet, de kleren gaan in de was, de persoon gaat in de douche, dan heb je natuurlijk dan wel een probleem. Want laat zeggen dat je over een x-periode misbruikt wordt, dan heb je dus vaak dat zo'n slachtoffer dan bang wordt, schuilt en of zich niet goed voorbereidt op de volgende keer. Maar het kan ook dus dat ze in dat geval, als ze al weet dat DNA lab Suriname of hey, want vandaag de dag praten we niet alleen maar over zij. Het zijn nu ook jongens en of mannen die onder druk zijn van seksueel misbruik. Toch? Dus dan wanneer die protocol uit is en je gaat het publiek, daarom zijn we in het programma, we willen het publiek educaten, we willen aangeven wat er even, wat de opties zijn via DNA lab Suriname. En op het moment is dat je hulp hoort, dat je hulp hebt, dan moet dus nu eigenlijk die gemeenschap op scherp gaan staan. Van oké, ik weet dat er dit gaande is. We kennen een persoon die klaagt, maar de persoon heeft nog geen hulp gezocht. Laten we beginnen te informeren. Wat zijn de protocols? Wat moeten we doen? Etcetera. Ja. En behalve dat we gevallen kennen van verkrachtingen, incestgevallen, weten we ook dat bepaalde mannen valselijk beschuldigd worden over het plegen van seksuele handelingen met een naaste of een vriendmeisje of zo. Hoe kan een DNA lab Suriname helpen om de onschuld van zo iemand te bewijzen? Dus het moment is dat de persoon beschuldigd wordt en er is een DNA-detectie geweest bij iemand en die persoon die geeft hoog en laag aan dat die niet de dader is, niet de agressor is, dan komt er natuurlijk weer een onderzoek. Dus daar heb ik het net over gehad in die in de informatieverstrekking, dat we die boekelswap doen. En het moment is dat er geen match is, dan kunnen we dat ook direct presenteren aan de justitiële vervolgers, vervolgambtenaar in dit geval, het onderzoek bij de politie. En dan kan het verder getoetst worden en dan kan de informatie die verstrekt is helpen bij de advocaten om zo'n persoon dan vrij te krijgen. Ja, en u heeft aangegeven dus dat uw bedrijf wil bijdragen aan het juridisch proces bij dergelijke gevallen. Wat zijn de juridische implicaties van het gebruik van DNA-bewijs in gevallen van incest? Dus de juristen die moeten zelf aangeven wat ze van ons nodig hebben. Wat al gebeurt, we worden doorlopend gecontact door nationale, maar ook internationale juridische hulpverleners. En het moment is dat de juristen bellen, hebben ze specifieke vragen. En dan wordt whatever zij nodig hebben, wordt ze dan gezegd. En dus de verschillende jurisdictions, want kijk, Suriname is Suriname. En als er onderzoek is vanuit het buitenland, kan dus de jurist wel bellen, maar het rechtssysteem nationaal, die wordt eerst aangesproken voordat er natuurlijk internationaal verder gereageerd kan worden. Maar anything dat wij hier doen, we zijn een gelicenseerde agent, dat is één belangrijk. En de internationale certificaten en accreditaties die belangrijk zijn, die hebben we op zak natuurlijk via ons moederlab. Die heeft 72 vestigingen wereldwijd. En er is ISO 17025 certificering en ISFG aanmelding. En dat zijn allemaal belangrijke accreditaties die nodig zijn voor het rechtssysteem om verder te gaan met whatever we doen. Ja, en heel vaak merken we dat mensen een
gevallen van incest niet rapporteren, omdat ze zich schamen en bang zijn voor wat er komen zal, want niemand wil die schande dragen, zeggen ze meestal. Maar hoe gaat men om met de bescherming en privacy van slachtoffers bij het uitvoeren van DNA-onderzoek in incestzaken? Dus kijk, dit is een vraag voor natuurlijk voor de politie, omdat er geen witness protection program is, denk ik hoor, in Suriname. Die kennen andere landen wel, maar de politie werkt en ze doen ook hun best, laat dat ook duidelijk zijn. En van daaruit moeten we eigenlijk gaan kijken hoe je zo'n een slachtoffer verder kan beschermen, in geval de agressor natuurlijk bedreigt. Iemand die seksueel misbruikt wordt en bijvoorbeeld opgelegd wordt dat die stil moet zijn en niets mag zeggen. Toch? Dus dan, ik wil ook dat de gemeenschap moet weten dat een samenwerking met de politie, met de juristen, met het rechtssysteem, want de rechter, iedereen is aan het werk. Dat mensen niet meer het gevoel moeten hebben dat ze bang hoeven te zijn en of zich moeten schamen. Van oké, moet ik nu naar AZ? Moet ik ergens aanmelden bij een gynaecoloog? Of hoe moet ik dit aanpakken? Op het moment dat er materiaal is dat onderhevig kan zijn aan onderzoek, dan doen we dat. En verder de justitiële autoriteiten het proces moeten begeleiden. Ja. Is er een andere procedure als er sprake is van verkrachtingen? Een procedure naar waar toe? Naar wie toe? Om een DNA-onderzoek te doen. Nou nee, kijk, elk mens, elke citizen van het land heeft het recht om ons instituut aan te doen. Als ze zich bijvoorbeeld schamen om op bureau Geiersvleet of op bureau Munder of Latour te gaan staan. Maar politieagent, ik ben misbruikt, wat moet ik nu doen? Dus die protocols zijn, we zijn er, we zijn daar voor de private sector. Iedereen die zegt van oké, ik wil dit laten onderzoeken en ik wil me nu niet aanmelden bij de politie, want sowieso ga je moeten aanmelden. Sowieso gaan we het proces helpen begeleiden dat je naar de autoriteiten stapt voor verdere hulp. Want wij kunnen alleen het DNA-gedeelte, dus het medisch-wetenschappelijk gedeelte, oplossen. De rest gaan we je dus doorverwijzen naar eventueel politie, eventueel juristen, eventueel psychologen. Dus omdat het netwerk, dat moet aanspreekbaar zijn. We kunnen alleen het medisch wetenschappelijke helpen oplossen. En dan in dit geval gewoon ook veel sneller oplossen. Ja. En, zijn er uitdagingen bij het interpreteren van de resultaten van DNA-tests in bijvoorbeeld dergelijke gevallen, incest, verkrachtingen? Nou, er zijn geen uitdagingen. Op het moment dat het rapport er is, is het duidelijk en we bespreken het met de persoon die zich hebben aangediend om dat rapport te laten opmaken. Obviously heb je soms familieleden die het niet eens zijn met de resultaten. Mm-hmm. En of mensen die ervan overtuigd zijn dat dingen er anders uitzien. Maar het moment is dat je biochemisch onderzoek hebt gedaan, is dat gewoon, het staat vast. Er is geen twijfel aan. Vandaar ook dat het laboratorium voldoet aan internationale accreditaties. En als dat die informatie zwart op wit op papier is, is dat het. Ja, en u heeft ook eerder gesproken over een DNA-testen om bijvoorbeeld een vaderschap te tonen in een relatie, maar ook misschien een buitenrelatie. En vaak genoeg doen mensen dat omdat ze dus de ontrouw van iemand willen bewijzen daarmee. Maar hoe vaak heeft u als, ja, want u bent al een tijdje bezig, zegt u. Klopt. Hoe vaak komt het voor dat mensen DNA-onderzoek gebruiken om de trouw van hun partner te controleren? Het is eigenlijk, dus je stelt eigenlijk twee vragen in één. Je hebt het over ontrouw en je hebt het over vaderschap. Mm-hmm. Vaderschap is dus in principe als je dat, zoals je het zegt, vaderschap wil testen. En als dat in een relatie gebeurt en je hebt ineens dus een vaderschap positief test in je handen. Dat ben je sowieso ontrouw geweest, ja. Dus dat is één, twee, maar ook bij, in dit geval infidelity onderzoek, sperma onderzoek, bij man en vrouw kunnen we een vreemdgaande partner onderscheppen. En heel snel ook, in plaats van dat je in de krant morgen leest man kapt vrouw, of vrouw steekt man dood, of schiet man dood, toch? Mm-hmm. Dus die sociaal-maatschappelijke depressie kunnen we snel oplossen. En om een voorbeeld te geven, als bijvoorbeeld in eerste instantie man condoom gebruikt, maar daarna blijkt dat twee partners, oké, ik heb een vriendinnetje buiten,
We zijn niet ziek, dus we kunnen het zonder condoom proberen. Sowieso is het bij de man condoom gebruik geen oplossing voor hem. Voor de vrouw eventueel wel, want dan gaat ze geen spermalekkage hebben. Maar bij de man heb je 3 stappen bij seksueel gedrag, toch? Dus bij intercourse, dat je voorvocht hebt, je hebt sperma-ejaculatie. Maar na het wassen heb je ook wel navocht. Mm-hmm. En dat komt in je onderbroekje terecht. Dus mocht zijn dat je vrouw je loert en ze pakt je onderbroekje nadat je 10 keer in de week uitgaat en om middernacht aankomt thuis en vrouw vraagt je, maar elke keer ben je zo laat thuis, waar ga je naartoe iedere keer? En er ontstaan twijfels. In plaats van dus dat je dan een jarenlange ruzie met je partner hebt, omdat je beweert van, ja maar je bent met je ex gaan appen vorige week en waarom appen jullie weer met elkaar? Oké, laten we kijken. Man zijn onderbroek komt binnen, gaan we kijken als spermadetectie. Als er sperma in zijn onderbroekje zit, dan gaan we hem 1 vragen. Als hij vrijwillig wil meedoen aan die test, als hij zegt nee, dan hebben we een probleem. Maar dat zou mijn volgende vraag zijn, want... Guess what? De oplossing van dat probleem is dus dat dan die vrouw items van je gaat pakken, zoals je wegwerpscheermes of je tandenborstel of je dental floss. Mm-hmm. En ze gaat het voor me brengen. En op het moment dat ze dat heeft gebracht, gaat dat ook naar de forensische dienst. Gaan we het onderzoeken op DNA. En als er een match is tussen wat we hebben gevonden in je onderbroek en wat ze heeft gebracht aan materiaal om je DNA te onderscheppen, dan gaat nu de vraag komen natuurlijk van, oké, het matcht, er zit sperma in je onderbroek. Hoeveel keer in de week hebben we dat kunnen ontdekken? Hoeveel onderbroekjes hebben we getest? Ga je maar elke keer bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je je aftrekt in het toilet? Nee toch? Er moet een of andere seksuele relatie zijn die je onderhoudt ergens. Mm-hmm. En dus zo heb je dan het probleem met overspel heel snel opgerost. Hetzelfde bij een dame. Mm-hmm. Makkelijk, als ze iedere keer aangeeft, ja ik ga vanavond uit met mijn vriendin hoor. En elk weekend is ze uit met haar vriendinnen. Elk weekend is ze om 3 of 4 uur in de ochtend thuis. Man wordt boos, man begint te zeggen van, hey luister, je bent elk weekend met je vriendinnen uit. Dan ben je in mingle, dan ben je bij je tante, dan is oma jarig, dan is kleinkind of nichtje jarig. Man pakt je onderbroek mee, brengt het voor DNA-lab Suriname en daar geven we ook specifieke instructies voor. Het moet in een papieren zak om schimmelvorming te voorkomen, want schimmel tast natuurlijk het materiaal aan. En we hebben dus in de onderbroekje sperma gevonden. En vriend komt dan bij mij op kantoor in de kliniek en zegt van, oké, dit is de onderbroek. En ik ben er, je mag mijn boekelswap afnemen, we gaan DNA matching doen. In dit geval is het dan veel sneller dat de vrouw gepakt is, dat ze overspel pleegt. Okay. Of niet. Ja, toch? Want het kan inderdaad ook gewoon zijn sperm zijn. En dat ze misschien ook slim speelt. Er zijn zoveel scenario's, maar we gaan niet speculeren, want anders wordt het een heel verhaal. Maar feit is dat de mensen die luisteren en kijken zich in een situatie ineens kunnen bevinden. Omdat iedereen wel eens een probleem heeft. En iedereen heeft wel eens gehoord van, hey, er is iets gaande in mijn familie daar of daar. Of iedereen heeft wel een probleempje ergens. Dus dan breng je het naar je toe en dan kan je jezelf even onder hiervoor stellen aan vragen. En zeggen van, oké, luister nou. Ik moet nu gaan opletten, want nu hoor ik dat mijn vriend Marlon me kan pakken als ik elke keer met Steven uit ben. Mm-hmm. Ja, toch? Op basis van uw ervaringen, hoe vaak komen zulke onderzoeken voor of meldingen voor zulke onderzoeken? Vaak genoeg. We zijn pas met infidelity en incest begonnen, dus het is nog minimum. Mm-hmm. Dus we zijn voor de rest van de programma's, die draaien al 8 jaren lang, is er constant druk en constant vragen vanuit de gemeenschap, constant onderzoek gaande. Dus dat en nu met het nieuwe programma, mm-hmm, hopen we natuurlijk dat we de juiste doelgroepen raken. Ja. Behalve, je zei eerder dat mensen soms het resultaat niet vertrouwen of niet zien als te zijn de waarheid. Zijn er andere misvattingen over een DNA-onderzoek? O ja man, je hebt genoeg mensen die financieel afhankelijk zijn van anderen. En het moment is dat bijvoorbeeld dame X een kind heeft en ze heeft een sugar daddy. Sugar daddy heeft elke maand $1,000 of $2,000 voor haar op tafel. En ze heeft aan hem gezegd van, maar weet je, kind is van jou
En we doen de test. En kind is niet van Sugar Daddy. Is van meneer X. Meneer X is, heeft een beroep waar hij onvoldoende geld verdient. Eventueel geen financiële ondersteuning geeft. En het resultaat is binnen. Heb je al die vrouwen die het lef hebben om op te springen en te zeggen van, nou, die DNA-test vertrouw ik niet. En ik wil er niks over weten. En het antwoord bij ons ligt klaar. Ga naar een jurist. Als je naar je jurist gaat, ga je zelf alleen maar nog strakker de strop indrukken. Omdat het laboratorium waarmee we werken ISO gecertificeerd is. En het beste resultaat, biochemisch resultaat, op tafel zet. En er gewoon tot de dood geen verandering gaat komen in het resultaat. Dus ja, tuurlijk heb ik wel mensen, ja, die ook naar bijvoorbeeld de Lukumang zijn gegaan. Of Bonumang heeft gezegd van, dit kind is van die persoon. En met dat soort dingen op me afkomen. Dat telt bij ons niet. Of met foto's. Ja, maar kijk, dat kind lijkt op hem. Mm-hmm. Dit is echt zijn kind. Ik zeg altijd van meneer of mevrouw, we kunnen niet met de foto's werken. We werken met evidence. Ja. Oké. Maar natuurlijk, een aantal mensen die luisteren zullen zeggen van, hé, ik bevind me in zo'n situatie. Het is misschien goed dat ik zo'n DNA-onderzoek laat doen. Maar natuurlijk kunnen mensen niet gewoon zomaar binnenstappen en zeggen van, oké, we gaan een DNA-test doen. Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan deze testen? Wel, je hebt verschillende scenario's en verschillende testen. Maar sowieso begint vaderschap bij 13.000 SRD. En het bouwt zich verder op naar verschillende scenario's. Want je hebt dan ook gemoedsrusttesten, niet rechtsgeldig. Dan heb je rechtsgeldig voor de nationale rechtbank. En dan heb je ook weer rechtsgeldig voor de internationale rechtbank. Waar een ISFG-stempel erop op moet, het rapport. Omdat die natuurlijk juridische vervolging heeft. En dus nasleep dan in dit geval. Dat is het. Oké. En hoe denkt u dat DNA-onderzoek in de toekomst de aanpak van ontrouw en incest kan beïnvloeden? Ik denk dat hoe sneller en hoe beter we zijn in forensisch onderzoek en de hulp die we bij opsporing bieden, dat het makkelijker en sneller zal zijn voor mensen die in depressieve situaties zijn, om die opgelost te zien en te hebben. Fact is dat we als bedrijf, als stichting, sowieso niet de plaats van vervolgingsambtenaren kunnen innemen. We hebben de overheid nodig. Het is de bedoeling dat we samen in die Surinaamse samenleving de depressie die er is oplossen, helpen oplossen. En vaak genoeg ook internationaal helpen. Want er zijn genoeg buitenlanders die ons land aandoen in Suriname. En eventueel dus hier of kinderen hebben of geld hebben of... Want DNA-onderzoek strekt zich niet alleen maar in het onderzoeken van vaderschap. We doen ook DNA-banking, for instance. Iemand die gewoon heel erg rijk heeft is en 25 miljard euro op de rekening heeft staan. Of 10 miljard, of noem maar something. Maar het geld bij dood of bij ziekte verdeeld moet worden aan nakomelingen. En dan heb je dus ineens dat wanneer iemand op sterven ligt, heel rijk is, dat er andere gezinnen en of families zich aanmelden. Van, hey, ik heb hier twee of drie kinderen van deze meneer. Waardoor ook de notariaten vaak gebruik maken van de diensten om vaderschap te detecteren. En op te lossen, zodat er bij de rechter de juiste uitspraak komt bij deling. Ja. Oké, meneer To. De onderzoeken voor incest en ontrouw. Hoe lang duurt zo'n onderzoek? 2 tot 3 weken zijn we ermee bezig. 10 werkdagen. Mm-hmm. En soms, wanneer we vertragingen hebben bij FedEx, kan het strekken naar 3 werkweken. Okay. Is er nog iets dat u wilt meegeven aan de Surinaamse gemeenschap? Nou, ik ben er. We zijn er. DNA Lab Suriname is er. We zijn er om het Surinaamse publiek te dienen. Op welke wijze dan ook. En het past ook binnen onze bedrijfsvoering. Waar we kunnen helpen, willen we graag helpen. Er zijn kosten hier en daar verbonden aan de diensten. Maar ze zijn wel binnen de beperking van de economie gehouden. We weten allemaal dat Suriname op dit moment economische depressie heeft. Dus die dingen zijn niet te duur, maar het is wel te doen. En belangrijk is dus dat we die gemeenschap gaan helpen. En dat, omdat de dingen gewoon erger en erger worden bij de dag. Ja.
U heeft aangegeven wat de diensten zijn die, waar men kan aankloppen bij DNA Lab Suriname. Hebben jullie social media accounts waar mensen zich kunnen richten om contact met jullie te maken? Ja, we hebben een website, dat is één, dnalabsuriname.com. We zitten ook op Facebook, Instagram. Dus mensen kunnen ons al heel gauw bereiken. Okay. Dank u wel, meneer Toel. De informatie verschaft door meneer Til is duidelijk. We hoeven niet meer te vrezen van hoe zal ik dit bewijzen. U kunt terecht bij DNA Lab Suriname om meer te weten over hoe u precies een DNA-onderzoek kan laten verrichten. En dan maakt het niet uit met welk doel. Als u de website van DNA Lab Suriname bezoekt, is dat een eerste stap om te komen tot de waarheid. Gaat u nog niet weg, want mijn collega Sifra Goldland heeft een tweede deel voor u. Dankjewel, Richelle. Welkom bij dit tweede deel van In Gesprek Met. In dit deel gaan we in gesprek met de heer Steven Catino, die ons verschillende invalshoeken geeft over hoe Surinamers kunnen denken qua het onderwijswezen, qua hoe men om moet gaan met Surinaamse helden en ook hoe het eruit ziet dat elke Surinamer $500 per maand kan verdienen. Kijkt u mee. Meneer Catino, goeiedag en welkom in ons programma In Gesprek Met. Hi Sifra. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Ik heb u lang niet gesproken, zal ik maar zeggen. De laatste keer dat we hadden gesproken, ging het over uw andersoortige school die u wilde opzetten. Ik denk dat zo zijn in Curaçao. Was dat nog gelukt? Ja, is gebeurd. We hebben een school gekocht in Curaçao. Die hebben we helemaal omgebouwd met een nieuw systeem. De laatste keer dat we spraken, was ik inderdaad weggegaan bij de DSB om dus ook die school op te zetten. Klopt. En nu wat we merken, we hebben nu intussen meer dan 60 leerlingen. En we merken dat ons systeem ook overgenomen wordt door andere scholen op Curaçao. En het systeem was eigenlijk gericht om kinderen veel meer kritisch te laten nadenken. Een systeem dat kinderen ook veel meer vrijheid gaf om na te denken over problemen. In plaats van leraren die die kinderen zouden moeten zeggen, dit moet je leren omdat wij vinden dat het belangrijk is. Ik geloof als je een volk wilt opbouwen, moet je een volk niet constant autoritair benaderen. Je moet mensen de vrijheid kunnen geven om na te denken en creatief te zijn. En het huidige schoolsysteem is gewoon niet creatief. Het haalt juist creativiteit weg uit kinderen. Dus zo gezegd, zo gedaan. We hebben die school gekocht, helemaal opnieuw opgebouwd. Er zijn twee andere scholen die ons systeem overgenomen hebben. Dus dat betekent dat je nu veel meer kinderen hebt die anders gaan nadenken. En hopelijk kunnen wij in Suriname dat weer gaan doen. Alleen de wetgeving in Suriname is wat lastiger. Het laat het minder toe dan op Curaçao. Ja, want ik weet nog dat ik u en uw wederhelft mevrouw de Borano vroeg van, gaat zo'n situatie of zo'n school, de denkwijze wat jullie hadden, wel werken in Suriname? Want hier zijn we goed gewend, je moet lessen leren, je krijgt een cijfer en je gaat over. Klopt. Het werkt en wat we gezien hebben is dat de leerlingen die vooral in de onderbouw dit soort manier van les krijgen gewend is, wanneer ze naar de bovenbouw gaan, kregen onze leerlingen zelf de hoogste cijfers. En dat is heel gek, want je bent 3 jaren lang ben je bezig in een systeem zonder cijfers, ja. Zonder vakken, waarbij je echt projecten doet. Uh-huh. En vervolgens moet je wel je eindexamen gaan doen, want je gaat nog steeds uiteindelijk moet je het staatsexamen gaan doen. En wat zagen we? Constant gaan ze hogere cijfers halen. En het komt, geloof ik, omdat je, wanneer je vrijheid geeft aan kinderen, gaat die angst ook weg. En wanneer angst weggaat, gaat je brein veel makkelijker werken. Je brein is veel makkelijker om bepaalde verbanden te kunnen zien. Dus we waren ontzettend verbaasd.
Tegelijkertijd, we wisten dat het systeem wat we gebruiken is ook wereldwijd bij een paar andere landen wordt ook al gebruikt. Uh-huh. En we zagen hetzelfde. Maar toch was het verbazingwekkend, want nu doe je het in de praktijk. Maar dan zie je ook van, wauw, we zijn echt bezig met iets revolutionairs. En we hopen echt dat we het ook eens een keer naar Suriname kunnen brengen als de wetgeving hier verandert. Want we geloven echt dat Suriname af zou moeten stappen van het klassieke. Echt het klassieke onderwijssysteem. En er krijgen heel veel aanvragen. Uh-huh. Maar we kunnen helaas nog niet hier beginnen. Maar ik denk wel dat het gebaat zal zijn. Ja, want ik weet nog, u en uw wederhelft hadden een soort voorproefje gegeven. Het was een soort vakantieachtige school. Klopt. Wat men op zich zou kunnen verwachten. Ja. Dus ik denk dat dat ook de reden is waarom u nog steeds aanvragen kreeg. Maar klopt. Daarnaast denk ik ook van, doordat we, ik zal maar zeggen, decennia. Ik zal dat decennia lang één niveau maar behouden. Dan bent u nu bang dat het moeilijk gaat zijn dat mensen ervan afstappen? Nee, want Curaçao is ook redelijk klassiek. Okay. Maar elk land heeft altijd wel zijn voorlopers. En wanneer eentje begint, dan komt de tweede, dan komt de derde. Dat zagen we dus in Curaçao ook. Ja. Je zag ineens veel meer leerlingen. En je moet je even voorstellen, de scholen in Curaçao zijn redelijk klein. Ja. Je moet denken, allemaal zitten tussen de 50 en de 100 leerlingen. Op een hele school? Ja. Oh. Ja. Het is een kleinschalige gemeenschap. Maar wat je op een gegeven moment dan gewoon meemaakt is, als je iets goeds doet, dan zie je veel meer mensen denken van, hé, wat gebeurt daar? Ik wil ook mee doen. Mm-hmm. En ja, ons succes ging redelijk snel door die maatschappij heen. Geloof ik best wel. En nu een andere vraag. Ik ben toch wel blij dat we weer even konden, ja, walk down memory lane onder de school. Maar wat ik bij u zag op social media enkele weken terug, dat u een idee heeft samen met een ander bedrijf, dat u op zoek bent naar Surinaamse helden. Wat is de gedachte daarachter? Ik volg natuurlijk de politiek en ik ben sinds kort op Facebook. En hetgene wat me verbaast op beide fronten is de hoeveelheid negativiteit. Als je luistert naar heel veel discussies in het parlement, in het DNA, is het alleen maar, jij hebt dit gedaan, jij hebt dat gedaan. Het is heel negatief. En Facebook is het verschrikkelijk vol met, ja, die is een crimineel en die is vreemd gegaan met dieren. Denk ik, dit is niet de Suriname die wij eigenlijk kennen. Of althans, niet hetgene hoe ik het graag zou willen zien. Ja. Het buitenland kijkt ook heel vaak naar onze politieke leiders en ze kijken wat we doen. Dat is ook niet altijd even positief. Uh-huh. Dus wat ik eigenlijk probeerde te doen met die post was het identificeren van Surinaamse helden. Uh-huh. Surinamers die, waar we trots op zijn of kunnen zijn, die ook een voorbeeld zou kunnen zijn voor anderen. Een positievere reflectie van ons, in plaats van steeds het negatieve voor te houden. Waar we niets, we worden gewoon niet geholpen daarmee. Je moet je voorstellen, je zit in een zinkend schip, onze economie, en je hebt twee keuzes. Je gaat alle mensen in je schip ga je uitschelden. Je hebt het niet goed gedaan, dat gat is daar, jij bent de oorzaak van het gat. Gaat het schip gered worden? Nee. Of je zegt, dames en heren, we moeten het schip samen doen. Maar dat kan je alleen doen in positiviteit. Ja. Dus LinkedIn oproep is geweest, Facebook oproep is geweest. En het is zo, al die reacties zagen we ineens van Surinamers waarvan je denkt, wow, inderdaad, we zijn echt een heel trots volk. We kunnen een trots volk zijn. Met al hetgene wat we hebben voortgebracht. Uh-huh. In de tussentijd hebben zich een aantal mensen gewoon bij me gemeld. Van Steven, we willen graag meedoen. Ja. Hoe kunnen we helpen? Dan ga ik gewoon een aantal namen noemen. Maar ik heb ze gevraagd, mag ik die namen noemen? Raoul Nijhorst, die doet mee. Met zijn Suriname bekend. Met zijn Suriname bekend. Klopt. Sigmin Staphorst. Van Nax. Corine Spoor van Nax. Andere dame, Aniek vanuit Nederland, die doet heel veel aan videobeelden. En zij was ook bezig met een project om jongeren te inspireren.
En samen hebben we toevallig vorige week een hele mooie vergadering gehad. En de vraag was, wat willen we bereiken? Is het alleen maar helden laten zien? Uh-huh. En toen was er een hele mooie discussie waarbij Aniek op een gegeven moment aangaf, nou, kunnen wij er niet voor zorgen dat deze helden ook een advies kunnen geven aan onze jongeren? Kunnen wij niet een soort guidance geven aan mensen die steeds meer creatiever en steeds meer hoger opzoeken, dat deze mensen een klein beetje aangeven van luisteren, om hier te komen als Surinaamse held, heb ik X, A, B en C gedaan. Ja. En dat was een heel leuk idee wat eruit voortkwam. Een andere die kwam vanuit Sigmin van, we willen dit ook gebruiken voor de scholen in Suriname. Dus al die helden die geïdentificeerd worden, maken we foto's van. We gaan een biografie ervan maken. We gaan ook video beelden maken. En vanuit dat standpunt willen we ook naar de scholen gaan. En de scholen kunnen laten zien, kijk, dit is Su. Ja. Dit zijn wij. Niet hetgene wat je heel vaak helaas in DNA ziet. Dit zijn wij. Uh-huh. Een slim, trots volk die ontzettend veel gedaan heeft in het binnenland en in het buitenland. Ja. En dit is ook het advies wat ze jou geven om jezelf te ontwikkelen. Een van de dingen, kijk naar mijn eigen vader. Ik heb ontzettend veel geleerd van mijn vader als het ging om mijn studie. Ja. Toen ik naar Nederland ging om te studeren, 95, zei mijn vader één ding. Als je naar Nederland gaat, ga je niet naar de universiteit om te studeren. Dat is een raar advies. De meeste mensen denken van, wat ga je dan anders doen? Hij zegt, je gaat daar om je als mens te vormen. Uh-huh. Je gaat daar om te leren om te gaan met Nederlanders. Want we kunnen heel veel gaan zeuren over Nederlanders. Maar hoe je draait het verkeerd, het is een cultuur van 500, 600 jaar van heel interessante dingen die Nederland gedaan heeft. In die cultuur zijn er dingen waar je van kan leren. Net zoals in elke cultuur je gewoon heel veel mooie dingen kan leren. Als je naar Nederland gaat, als je naar Amerika gaat, leer van de betere dingen van die cultuur. Zodat je het terug kan nemen naar Suriname toe. En het volgens kan toepassen. Leer met mensen om te gaan. Leer te managen. Leer in het bestuur te zitten. Leer met geld om te gaan. En dat zijn hele simpele lessen die ik van mijn vader gekregen heb. Die ik nu vervolgens ook doorgeef aan andere leerlingen als ik naar scholen ga hier in Suriname. En ik ze vertel van, kijk jongens, als jullie zometeen of naar Amerika of naar Nederland gaan, ga in het bestuur. Ga in een sportvereniging. Want believe me, net als jij zijn er tienduizenden andere mensen die ook een diploma zullen krijgen. You're nothing special. En als je denkt dat je geweldig bent, think again. Jouw naam komt op een stapel te zitten van zoveel anderen die allemaal hetzelfde vak gedaan hebben. En by the way, het vak wat je krijgt op de universiteit kan je tegenwoordig ook op YouTube vinden. You're nothing special. Wat je speciaal gaat maken is, hoe ben jij als mens ontwikkeld? Ja. Kan jij mensen leiden? Kan jij met mensen werken? Kan je dingen gedaan krijgen? Kan je gewoon een hele simpele event opzetten? Dat zijn de dingen die je leert op de universiteit. Dus, maar ja, weet je, dan zijn er zoveel van dat soort lessen die je ook nog eens een keer kan krijgen van een topchirurg in Zwitserland bijvoorbeeld. En hoe is hij daar gekomen? Ja. Of een topfinancier in Silicon Valley van Surinaamse afkomst. Hoe is hij daar gekomen? We hebben Surinaamse helden hier, okay, die zich bezighouden wanneer alles hun tegen zit, dat ze toch nog desondanks hele mooie dingen kunnen gedaan krijgen. Monique Pol vind ik ook zo'n mooi persoon. Ja, helemaal. Monique is laatst op CNN geweest vanwege haar werk, vanuit haar passie. En dat was Luiaarde hier in Suriname. Helemaal. We hebben zulke mooie mensen en dat wordt helaas ondergesneeuwd door alle negatieve. En mensen worden dan moe. Mm-hmm. En mensen trekken zich terug. En mensen worden gedemotiveerd. Dus hopelijk is dit een project dat ons zal helpen, ons volk zal helpen om anders naar onszelf te kijken. Ja. Jullie hebben er 6 maanden voor getrokken om verschillende namen te krijgen. Wat zal na die 6 maanden gebeuren met de informatie die jullie krijgen?
Oh! Ja, wat we ontdekten was dat NAX, die is al jaren niet meer bezig. Ja, vooral met hun iconenkalender. Klopt, precies. En ze hebben al een hele mooie database opgezet. We hebben nu ook honderden namen. We gaan die databases met elkaar voegen. En we gaan kijken, oké, laten wij zo snel mogelijk beginnen. En laten wij tot aan de residentie volgend jaar, laten wij elke week een x-aantal namen gewoon laten zien. Dat het steeds iets is wat elke keer nieuw is. Het trekt steeds publiek. Hey, wie gaat er deze week komen? We gaan het voornamelijk online doen. Maar we gaan ook magazine doen. Het gaat wel een multimedia verhaal worden. Dus het is op papier en op website. Maar we hebben dus blijkbaar al een toegang tot al een mooie database. We hebben al zoveel mensen. Tot vandaag zijn mensen nog aan het toevoegen. Maar laten we dan wachten. Dit is zo belangrijk. Vooral nu wij richting de residentie gaan. We gaan richting bijna 50 jaar onafhankelijk. Mm-hmm. Ik denk twee databases. Iconenkalender en Suriname bekend van Raoul. Klopt. Hij heeft ook van die hele mooie portretten. Klopt, helemaal. Dus ik ben heel blij dat zij echt gezegd hebben van ja, hoe kunnen we helpen. Hele mooie mensen ook. Fijn om mee te werken. Het is, weet je wat ik heel mooi vind? We zeggen heel vaak in Suriname, we kunnen niet samenwerken. Is niet waar. Klopt. Is niet waar. Al deze mensen hebben we gewoon vorige week voor het eerst hebben we gewoon een Zoom-link aangemaakt. Dit waren mensen die gewoon wilden helpen. En je hebt een uur, dus heb je gewoon super enthousiaste mensen. En dan denk je van, we kunnen dit echt. En ik sprak toevallig met een paar politici. Ik neem aan dat we op een gegeven moment over politiek gaan praten, dat zal gebeuren. Deze week. En we hadden het over... Wat zou politiek Suriname kunnen doen om die samenwerking van mensen te stimuleren? En een van de conclusies die we kwamen, waar we op kwamen was, Surinamers weten heel vaak wel wat er nodig is. Als je naar het binnenland gaat, mensen weten wel wat er nodig is. Ja. Ze hebben eigenlijk geen behoefte aan een overheid die ze vertelt wat ze gaan doen. Ze hebben eigenlijk behoefte aan een overheid die hun helpt met hetgene waar zij op zoek naar zijn. Dus waar we eigenlijk op kwamen was een thema, we noemen het dan even Federale Republiek. We zijn de Republiek Suriname, maar laten we dat even uitbreiden door te zeggen, we zoeken naar een Federale Republiek. Iets zoals bijvoorbeeld de Federal States in de US, waar je een decentraal aansturing hebt van het land. Ja. Waar je veel meer vertrouwen legt in de mensen die... op het veld zijn. Veel meer vertrouwen stelt in zeg mij wat jij wilt doen. Jullie komen toch al samen. En het heeft geen zin dat ik jullie vertel ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus. Ja. Dat is niet meer aan de orde. En ik geloof echt dat als je een federale republiek aanvliegt waarbij we echt kunnen leunen op de creativiteit van het volk. Uh-huh. En nog eens een keer een beter onderwijssysteem. Vooral dat? Ook dus vervolgens dus kinderen en jongvolwassenen helpt om samen te denken en samen te doen. Kunnen we echt binnen 5 tot 10 jaar ga je echt een andere Suriname zien. We zijn een creatief volk, we kunnen ontzettend veel. We hebben helden hier en we hebben iets wat heel weinig andere landen hebben. De helft van ons volk is in het buitenland. Dat is gewoon zo. De helft van de Surinamers zit in het buitenland. We hebben een klein beetje een cultureel issue met al die Surinamers die in het buitenland zijn. En sommige mensen zeggen, het zijn geen echte Surinamers. Dat is niet zo. Dat zijn mensen die vanwege de situatie hier een keuze gemaakt hebben. Of voor medische redenen, of voor financiële redenen, om te zeggen, we gaan weg. Maar hun hart ligt hier. Sommige mensen hebben een Nederlands paspoort, sommige hebben een Frans paspoort. Hun reisdocument is irrelevant. Waar hun hart ligt, is relevant. En wij hebben toegang tot zo ontzettend veel kennis van al deze mensen, Surinamers die naar het buitenland gegaan zijn, die zoveel hebben geleerd, die zoveel zouden kunnen bijdragen aan het land waar ze vandaan komen. Alleen we moeten er wel voor zorgen dat netwerk gewoon goed opgezet wordt. Uh-huh. Het vragen naar geld is niet hetgene waarvan ik zeg, dat moet je doen.
Ja, kom met je geld, diaspora kapitaal. Het is een manier, maar het is niet de manier. Ik zou het persoonlijk niet zo aanpakken. Ik zou voornamelijk denken aan, kom met je kennis en je ervaring. En wij omarmen jou. Kijk hoeveel voetballers we hebben. Stel dat de creatieve industrieën die we hebben, muzici, acteurs, muzikanten, al hetgene waar we hier ook goed in zijn, hoe zouden we kunnen bundelen? Wij zouden een ontzettend sterke natie kunnen worden als we maar realiseren wat we allemaal gedaan hebben al en wat we allemaal kunnen doen. Denkt u ook van de reden waarom u overweldigende reacties heeft gekregen, dat men denkt eindelijk weer een positieve post over iets positiefs van Suriname? Ja, mensen willen niet meer, mensen kunnen zich ook niet meer vereenzelvigen met hun leiders. Ja. Ze kijken naar tv en ik moet nog één persoon tegenkomen die zijn hoofd niet schudt. Maar het is gewoon zo, je lacht, Sifra, maar er is niemand meer die kijkt naar de televisie en zegt, ah, ja, man, die jongen, het is... We schudden allemaal ons hoofd. We zijn het een beetje moe. Dat klopt. En ik geef het ook, mensen zullen me kwalijk nemen, maar ik geef zelfs de politici niet eens de schuld meer. Negativiteit is net als COVID. Het is net het virus. Je kan het op Facebook ook zien. Je gaat heel veel positieve dingen zien. Er moet één persoon zijn die iets negatiefs zegt. En wat gebeurt er? Alles wordt negatief. Ik heb redelijk veel psychologie ook gestudeerd in de afgelopen jaren. Omdat ik gewoon wilde weten waarom zijn Surinamers gedragen zich af en toe op een bepaalde manier. En je ziet dat negativiteit echt heel erg veel sneller spreidt dan positiviteit. Uh-huh. En dat komt een beetje door hoe we neurologisch gebouwd zijn. Dat is niet belangrijk. Maar als je het eenmaal begrijpt, dan moet je proberen te kijken hoe ga je even die negativiteit met die andere wending geven. Ja. En dat merk ik dus in elk geval via die posts. Mensen zijn gewoon op zoek naar een betere message dan tot nu toe. Kijk, is ook iets anders wat je ook merkt in Suriname. Wanneer mensen negatief denken, denken we vaak in termen van problemen in plaats van oplossingen. Ja. Ik ben heel dankbaar aan Erwin Emanuels bij de DSB. Hij was vroeger de presscom van de DSB toen ik daar directeur was. En ik vond het altijd zo fijn om met Erwin te werken. Erwin die had altijd een heel simpel invalshoek. Erwin zei, luister, ik hoor problemen hier. Leuk. Jullie vertellen me wat er niet mogelijk is. Dat is fijn. Vertel me nu wat er wel mogelijk is. En Erwin is ook psycholoog. En het is zo fijn om te werken met zulke mensen die oplossingsgericht zijn. In plaats van iedereen kan namelijk het probleem identificeren. Iedereen. Dat is geen kunst. Er was op een gegeven moment een hele mooie video van Barack Obama. En Obama zei dit een paar jaar geleden. Hij zei, wat voor soort mensen zou jij willen aantrekken? En hij zei, ik wil die mensen aantrekken die niet blijven stilstaan bij het probleem. Maar die naar me toe komen en zeggen, hier is het probleem en hier zijn 5 oplossingen. Dat is hetgene wat ik geloof wat we nodig hebben. Hier is het probleem en hier zijn 5 oplossingen. Het probleem begrijpen we allemaal. Iedereen die hier rondloopt, gezondheidszorg, armoede, onderwijs, slecht economisch draaisysteem, gaten in de wegen, infrastructuur. We get it. We begrijpen het. Waar is de oplossing? Als jij woont in een straat waar er gaten zijn in jouw straat, je kan blijven praten over het probleem. Maar als je een zak zand toevallig hebt op jouw erf, kan jij alvast naar het gat gaan. Je gooit er een paar stenen in, je gooit een zak zand erin, heb je voorlopig in elk geval een oplossing van het probleem. Gewoon een heel simpel voorbeeld. Ja. Right? Het constant wachten op anderen komt vanuit een stukje negativiteit die we eigenlijk elkaar een beetje aangesproken hebben. En vervolgens gaan we de vinger wijzen naar, ja, jij moet het oplossen, jij moet het oplossen. Uiteindelijk zit de oplossing bij ons. Het gaat wat tijd kosten, maar nogmaals, daarom ben ik ook in het onderwijs gegaan. Heel veel mensen vroegen me van, waarom ben je nou eigenlijk van bankdirecteur gegaan tot onderwijs?
Ik zeg hem dat beide hebben te maken met hetzelfde. Beide hebben te maken met het opbouwen van een volk. Bankieren vlieg je het aan vanuit een financieringssysteem. Ja. Hoe kan je mensen toegang geven tot financiering om hun dromen te verwezenlijken? Maar ik had ook heel veel gemerkt dat heel veel aanvragen kwamen van mensen die nog onvoldoende kennis hadden van hetgene wat ze aan het doen waren. Uh-huh. En heel vaak keken naar anderen om hun te adviseren. Maar ik zei van ja, maar ook hier is er een mogelijkheid en een opportunity voor Suriname om daadwerkelijk gewoon anders na te denken. Uh-huh. Dat betekent dus anders het onderwijssysteem. Iets dat ook plotseling opviel is dat u samen met Haponomy, ja, met een Haponomy, met een of ander inkomenssysteem zijn gekomen dat elke Surinamer $500 kan verdienen. Ja. Maar is dat een gedachtegang dat de SRD komt weg te vallen? Of is het gewoon een gedachtegang dat ondanks die SRD, maar dat die SRD equivalent is aan $500? Help me a bit. Sure. Oké, laat me even teruggaan naar wat we willen bereiken. Zekerheid. Zekerheid is het doel. Op dit ogenblik is er geen zekerheid. Er is geen sociaal opvangnet. Je moet werken, soms 2-3 banen tegelijkertijd. Toen ik laatst in een taxi zat, was er een verpleger. En die verpleger vertelde mij, hij verdiende 7200 SRD per maand. Voor belasting. Toen ik hem zei, wat verdien je na belasting? Dat is 5000 SRD. Nou, 5000 SRD, voor de meeste mensen die kijken, ze weten gewoon onvoldoende. Je komt niet rond. Dus hij moest taxichauffeur zijn. Deze man, je zag hoe hij aan het struggelen was. Maar je zag ook dat hij met angst zat. En die angst was, als ik mijn job verlies, kan ik niet voor kinderen zorgen. Uh-huh. Deze angst kan je weghalen door wat ze noemen gegarandeerd basisinkomen. Uh-huh. In het Engels noemen ze het Universal Basic Income. Uh-huh. En het is iets wat de afgelopen 10 jaren weer heel veel aandacht gekregen heeft in het buitenland. In Amerika bijvoorbeeld nu draaien ze 150 pilotprojecten in grote steden en gemeenschappen. Waarbij iedereen een bepaald bedrag krijgt. Gratis. Zonder voorwaarden. Voor altijd. En het is heel raar als mensen het horen. Huh? Maar dat kan toch niet? Inderdaad. Geld is toch, moet je toch verdienen? Dat is een gedachte, maar het hoeft niet zo te zijn. En een jaar geleden begon ik met een boek te schrijven samen met een aantal Belgische researchers. Ik deed zelf, was ik bezig met een onderzoek van welvaartsongelijkheid. Ik wilde weten waar welvaartsongelijkheid vandaan komt. Want Suriname kent het, 1% van Surinamers volgens mij die bezitten meer dan 50% van alle welvaart in Suriname. Ja. Maar geloof me, de wereld is precies zo verdeeld. Ja. De wereld, als je naar de data kijkt van de wereld, is het exact dezelfde verdeling. 1% van de aarde, van de bevolking op aarde, heeft 50% van alle welvaart. Hoe kan je dat oplossen? Door ervoor te zorgen dat er een bepaald minimum is wat iedereen kan krijgen. Dat zorgt ervoor dat er een stukje zekerheid weer komt bij mensen. Dat hun angst weg komt te vallen. En dat zij vervolgens keuzes gaan maken die veel meer dichter bij hun hart liggen dan hetgene wat ze nu doen wanneer ze angstig zijn. Kijk, als je angstig bent, ga je hele andere keuzes maken. Je gaat banen nemen die je niet leuk vindt. Je gaat ja zeggen tegen de baas wanneer je het eigenlijk niet wilt. Je gaat dingen tekenen die je eigenlijk niet behoort te tekenen. En vervolgens beland je in de gevangenis. Dat. Dit soort dingen komen uit angst. Angst om je baan te verliezen, omdat de baas er aan je neus gaat zijn. Maar op het moment dat daar een sociaal vangnet onder staat, dan ga je heel andere keuzes maken. Je gaat veel meer richting ondernemerschap. Omdat dat waarschijnlijk. Ondernemerschap geeft je de gelegenheid om te doen wat je wilt doen. Right? Dus het idee is om te kijken en wat heeft Suriname nodig? En wij hebben berekend het equivalent van $500. We zeggen niet, we gaan $500 geven, want we drukken geen $500. We zijn geen Amerika. De equivalent van een koopkracht van $500. En je vroeg eerst van, is dat een SRD? De SRD is een
ruilmiddel. Het is een middel waarbij ik een plaatje, papier aan jou geef om bijvoorbeeld je microfoon te kopen. Dus ik geef in ruil voor mijn papiertje SRD, krijg ik jouw microfoon. Jij pakt mijn papiertje, jij gaat naar de winkel. Jij vervolgens geeft datzelfde papiertje, geef je aan de winkel. Die geeft jou een zak rijst. Yes. Maar dat papiertje, dat is niets anders dan een ruilmiddel. Aha. Het heeft zelf geen waarde. De enige waarde die het papiertje heeft, is wat mensen het geven. De waarde die mensen geloven, is dat 20 op, dat 100 op. Geld is niets anders dan een manier waarbij wij eigenlijk producten met elkaar zitten te ruilen. Als je dus een parallelle valuta hebt, waarbij we ook in geloven, een valuta, en ik noem het even wat, ik noem het even een coin, de Suri-coin. En de Suri-coin geloven we allemaal in, net zoals we in het blaadje geloven. Ik geef een Suri-coin aan jou voor je microfoon. Jij gaat naar de winkel, je geeft een Suri-coin voor een zak rijst. En iedereen gelooft in de Suri-coin. Hebben wij nu ineens een tweede valuta? Laten we, dat is even de basisuitgangspunt. Nu zetten we naar laag 2 erop. Die Suri-coin die heeft een digitaal karakter. Dus in plaats van een plaatje gaan we niet geven in de vorm van cash. We gaan het geven op basis van je hebt je telefoon. En de meeste mensen hebben een telefoon. En op je telefoon heb je een app. En die app die kan je dus downloaden. En dan krijg je dus een digitale Suri-coin. Dus nu in plaats van dat ik jou een plaatje geef, zeg ik, Sifra, hier is mijn telefoon. Pak jouw telefoon erbij. En dan gaat een bepaalde hoeveelheid Suri-coins gaat van mijn telefoon naar jouw telefoon. En dan krijg je een microfoon. En jij pakt je telefoon en je gaat naar de winkel. En jij krijgt een zak rijst. Dus nu heb je dus een tweede valuta die circuleert. Het is digitaal. Kijkers, u heeft de heer Cotino gehoord. Op zich is het niet onmogelijk dat elke Surinamer $500 kan verdienen. Maar de denkwijze van zowel de regering, maar ook de samenleving moet gaan wijzigen. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u mijn collega Richelle Maknak. Zij was in gesprek met de algemeen directeur van DNA Lab Suriname, de heer Frank Tuul. En zij hadden het over de verschillende vormen van onderzoekingen die gedaan worden als een vrouw of een man aangeraand, verkracht of als er incest is gepleegd. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, kijkt u naar de herhaling vanavond om 9 uur. Wij zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!